Allemaal hartelijk welkom bij weer een video over lasergraveren. De derde in de rij van de bouw en de tests en dat soort dingen over de Ortur Lasermaster 3. Ik heb vandaag die Ortur Lasermaster 3 op zijn plek gezet. Nog niet helemaal, want er moet het een en ander ondergebouwd worden, maar ik wilde hem eerst testen. En daar heb ik goed en slecht nieuws over. Ik had al aangegeven tijdens de bouw dat ik zeg maar de beweging van die ei-as een hele moeilijke en zware vond. Nou, kan je geruststellen, dat werkt uit de kunst. Dus met andere woorden, het stroeven van die ei-as, daar is verder geen enkel probleem. De laser doet wat hij moet doen. Wat is dan het probleem? Het probleem is dat ik twee laptops heb. Ik heb een Windows 10 laptop, dat is de laptop waar ik eigenlijk op werk, waar ik video's mee kijk, waar ik ook de video's maak die u ziet. En ik heb een Windows 7 laptop, een oude Windows 7 laptop, en daarmee stuur ik de laser aan. In de documentatie van de Ortur Lasermaster 3 staat heel duidelijk dat zeg maar Windows 10, Windows 11 en iOS, dat is Apple, daar zit de driver al voor geïnstalleerd. Echter niet in Windows 7, en daar moet je een procedure voor volgen waar ze keurig een A4'tje over hebben. Alleen, wat er gebeurde was dat ik die procedure ging volgen. Dan heb je een programmaatje wat je moet downloaden. Die gaat kijken naar welke drivers er bij jou moeten worden geüpdate. En de driver die zij in de handleiding noemde, die zat er niet tussen. Er zaten echter wel twee Ortur Lasermaster 3 drivers tussen. Eentje met zogenaamde term interface 0 en eentje met interface 2. De driver die zij oorspronkelijk in de handleiding noemde, die had ook interface 0. Dus ik dacht, weet je wat ik doe? Dan gaan we die Ortur Lasermaster 0, want dan zullen ze misschien wel een eigen driver gemaakt hebben die dan nu daar te downloaden is. Dus ik die geïnstalleerd. Maar never nooit krijg ik mijn Lightburn gekoppeld aan die laser. Die laser wordt getoond in mijn PC, verder geen probleem. Hij ziet hem, alleen hij ziet geen COM-poort. En omdat hij geen COM-poort ziet, kan ik er geen verbinding mee maken. Heel vervelend. Daar heb ik inmiddels Ortur over gemaild. Nou kan deze laser ook op wifi, alleen daarvoor moet je hem toch eerst op Lightburn bedraad aansluiten. Want anders kan je die wifi niet instellen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb vervolgens mijn Windows 10 laptop gepakt en dat proces gaat u zien. Ik heb mijn Windows 10 laptop gepakt. Ik heb hem op Lightburn geïnstalleerd, zodat hij zijn eigen installatie heeft. Hij kan op wifi draaien en bekabeld. En bij Windows 10 draaide hij die zowel bekabeld als ook op wifi. Dus wat ik gedaan heb, ik heb twee profielen gemaakt. Eén voor de USB en één voor de wifi. Dat geïnstalleerd hebbende, de software geüpdate, ook dat gaat u zien tijdens de video. En de wifi ingesteld. En dat werkte op dat moment allemaal prima. Totdat ik met de Windows 7 computer de wifi profiel aangemaakt heb en dat ik dacht van dat gaat werken. Niks was minder waar. Maar dat had een ander probleem. Dat had te maken met het feit dat ik afgelopen zondag tijdens die livestream mijn wifi extender in die ruimte gereset had en andere settings meegegeven had. En dat was niet zo slim. Die heb ik weer terug moeten zetten. En nou is het weer zo dat zeg maar allebei mijn pc's draadloos zeg maar met de Ortur Lasermaster 3 kunnen werken. Bedraad echter alleen de Windows 10 PC en dat moet eigenlijk de Windows 7 PC worden. En daarover heb ik dus Ortur gemaild. Ik kan je ook zeggen dat ik heb inmiddels wat testgravuretjes gemaakt op hout, gewoon simpel oud stukje hout. En dat werkt uit de kunst. Daarbij wel oplettend, en dat geldt voor iedereen die deze laser koopt en die van een andere laser afkomt, dat jij even in de gaten houdt dat je power mogelijkerwijs heel anders nu ligt. Hè, want mijn 3,5 tot 4,5 watt ten opzichte van nu 10 watt, dat is natuurlijk wel een heel groot verschil. En dus heb ik met hele lichte waardes gewerkt. En ik moet zeggen, dat zag er nog wel aardig uit ook. Ik zou waarschijnlijk iets meer gebruiken de volgende keer. Maar het ziet er goed uit. En dat is het belangrijkste. Dus we hebben een werkende laser. De bouw is dus goed gegaan. Alles is in orde. Ik kan dus in feite morgen gaan beginnen met de onderplaat. En de manier van alles vastzetten daarop. En het aanbrengen van de Air Assist en dat soort dingen meer. Dat gaan we morgen doen. Anders overmorgen. Ik denk morgen. Hangt er even vanaf. Het probleem dus nog van de bedraden aansluiting op de Windows 7 laptop. Want eigenlijk heb ik dat liever. Dat moet ik dus nog even laten varen. Want dat heb ik nu bij Ortur neergelegd. Ik weet inmiddels, omdat hij dus werkt op die Windows 10 computer, dat het niet aan de laser ligt. Ook niet aan de bekabeling van de laser. Het ligt echt aan die driver die op die Windows 7 computer van mij niet doet wat hij moet doen. Met het slijf, lieve mensen.
Als je een 3D-printer koopt of als je een laser koopt, dan zul je moeten knokken. Ik kom te veel mensen tegen, ook mensen die mij wel mailen, dat mensen het idee hebben, of misschien niet het idee hebben, maar ze kopen een laser of ze krijgen een laser of wat dan ook en komen er dan achter dat ze eigenlijk niet computervast genoeg zijn. Weet je, dit is experimenteren. Heel veel informatie is er op het internet beschikbaar. Dus ik ben ook heel veel aan het zoeken geweest. Ik heb niet de juiste informatie gevonden. Alleen ergens op enig moment dacht ik van, weet je, ik ga het zo doen. En dat heeft uiteindelijk geleid tot het feit dat ik nu een werkend systeem heb. Met enige uitzondering dus de Windows 7 laptop. En dat hoop ik nog op te gaan lossen. Nou, het proces wat u gaat zien in de video is dus de installatie van deze laser in Lightburn. Zowel bekabeld als ook via wifi, de update van de Laser Master 3 en de instellingen. Hoe stel je dan die wifi in? Hoe stel je wifi in op zo'n apparaat? Nou, dat ga ik u laten zien in deze video. Wat u niet ziet is dat ik aan het laseren ben geweest, omdat ik dat wilde testen. Maar dat wilde ik eigenlijk off-camera. Stel dat ik boos word, dan is dat niet zo leuk hier in die camera. Goed, veel plezier bij deze video. En wie weet, hebt u er wat aan? Daar. Zo, dan gaan we beginnen met het proces om de Ortho Laser Master 3 aan te sluiten op Lightburn. Eigenlijk wil ik de Ortho Laser Master 3 met mijn Windows 7 computer gebruiken, maar het installeren van de driver daar is een probleem en daar heb ik inmiddels Ortho over gemaild. Nou kan deze laser ook werken via de wifi en dus is dat wat we gaan doen. Wat we om te beginnen gaan doen, we gaan de laser aanzetten. Daarbij gaan we natuurlijk eerst de sleutel in de stand omdraaien, de noodstop ontgrendelen, zorgen dat de micro SD kaart in het slot zit, want dat is belangrijk, die moet erin zitten. En dan gaan we de laser opstarten door 5 seconden de aan- en uitknop in te drukken. Voor ik hem aan kan zetten, twee dingen. Het eerste is dat de sleutel in de stand on gedraaid moet worden. Naar de rechterkant dus. En het tweede is wat heel belangrijk is. Dit is de noodstop. Die noodstop is nu vergrendeld. En dat kan ik zien, want als ik hem een kwartslag draai, dan komt die omhoog. Nu is die ontgrendeld, dus nu is die vrij voor gebruik. Dus op het moment dat ik hem ga aanzetten, moet die natuurlijk aanstaan en ontgrendeld zijn. Oké, we gaan terug naar de video. Alhoewel, we gaan gewoon hier doen wat we moeten doen. We gaan 5 seconden de aan- en uitknop ingedrukt houden. Komt-ie. Het gaat erg langzaam, dat homingsproces. Oké, nou hij is gehomed. Ik weet niet of het zo langzaam hoort te zijn. Dat gaan we zien als we de werkelijke test gaan uitvoeren. Maar hij is gehomed links onderin. En dat is op zich is dat goed. We gaan nu naar de software toe. En dat was hem. Volgens mij was dat meer dan 5 seconden. Maar ala, het werkt. Dan gaan we Lightburn opstarten. Oh, die heb ik niet nodig. We gaan Lightburn opstarten. En in Lightburn, dit is overigens een Windows 10 computer en daar is de driver pre-installed. En dat geldt ook voor Windows 11 en iOS. Ik ga naar laser. Ik ga naar apparaten. Ik zeg vind mijn laser. En ik zeg volgende. En nu wordt de laser gezocht. Je ziet het in het scherm gebeuren en hij heeft hem gevonden. Op kom 4 op dit moment. Dit is overigens niet de goede. M3. 10 mm bij 10 mm. Dat lijkt me vreemd. Dus we gaan even terug. We gaan even opnieuw zoeken. Want eigenlijk moet hij gewoon de Ortho Laser Master vinden.
En die heeft hij nu wel gevonden, zoals je ziet. De Orto LM3 400 bij 400 mm. Ik doe dat toestel toevoegen. Ik noem hem Ortur Laser Master 3, dus ik verander iets de naam. En ik zet er gelijk achter dat het de wifi versie wordt, want deze gaat met wifi worden bestuurd op dit moment. En ik druk op next. Ik laat links vooraan als home staan en de laser automatisch in de automatische stand zetten bij het opstarten. En ik druk op next. Vervolgens krijg ik een beetje uitleg daarover. Het is inderdaad een Gerbil LPC apparaat. En ik klik op finish. En daarmee kan ik dan die Orti Laser Master 3 wifi ook standaard maken door in te stellen als standaard. Want de andere is nu afgesloten. En ik druk op oké. Als ik nu hier rechts onderin bij de laser, kijk, daar gaat hij, de Orti Laser Master 3 aankies, dan, nou, in dit geval heeft hij het al automatisch gepakt, maar dit is eigenlijk COM 4, want dat hebben we net gezien, dat het COM 4 was. En hier bovenin staat nu ready, en dat is goed. Helemaal bovenin heb ik het tabblad bedieningspaneel staan, en op dat bedieningspaneel moeten we even gaan kijken naar de softwareversie. En die softwareversie, en daar moet ik eventjes naar gaan kijken. Dat is een, daar moet OLF voor staan en dat staat hier op 206. Dat zegt me dat er een nieuwe versie is van die software. En die software die kan worden gedownload op de website OrturTech-latest-firmware. En als we daar gaan kijken, zien we dat de huidige versie 207 is. En dus gaan we die downloaden. We gaan downloaden. We pakken de 206 download link. En die sla ik op mijn bureaublad. Ik doe altijd alles op mijn bureaublad. Hoppakee, daar gaat hij. Oké, daarmee kan ik deze pagina sluiten. Nu ga ik naar mijn bureaublad, daar ga ik dat bestand op zoeken. Waar hebben we hem staan? Even kijken, even vernieuwen doen. Daar is die. En ik ga hem vervolgens uitpakken. Heel goed. Gaat die. Klaar is Kees. Even klein maken. Dit is degene die goed is, dus we gaan de zipfile kunnen we gelijk weggooien. En wat we daarvan nodig hebben zometeen is het bestand met het binary file, dus de BIN. Dat is degene die we hier zien staan. Ja? Oké. Echter, wat we gaan doen, we gaan nu de laser in de stand zetten om de update uit te voeren. En dat doen we als volgt. We zetten hem uit door hem 5 seconden ingedrukt te houden. Zo, nu is die uit. Dan gaan we hem zometeen weer aanzetten. Ik moet heel even kijken. Eén momentje, ik ben zo bij je terug. Ik moest even een zaklamp pakken om de simpele reden dat ik het niet zien kon, namelijk aan de achterzijde van de laser. Aan de voorkant zeg maar dan aan de achterkant van die balk zitten een bootknop en een resetknop. Ik moest even kijken welke was. Wat we namelijk gaan doen, we gaan namelijk de laser aanzetten. En zodra als die wit begint te knipperen, drukken we kort de resetknop in. En we blijven de aan- en uitknop ingedrukt houden, totdat die rood, groen en blauw gaat knipperen. Dat is wat ik nu ga doen. Oké. Dan staat hij namelijk in zijn update stand en wat we nu gaan doen, we zien dan hier in beeld voorkomen OLM update. En wat we nou gaan doen is simpelweg die binary file, die slepen we naar die map toe. Dus deze hier, die sleep ik daar naartoe. Hij gaat hem nu schrijven als het een beetje mee zit. Naar die map, ja dat doet hij inderdaad. Oké,
Oké, nu gaat het systeem zich resetten. Daar is hij nu mee bezig. En hij gaat terug naar zijn homing positie. En ondertussen kan ik dus die map met die update weg gaan gooien, want die heb ik niet meer nodig. De update is uitgevoerd en dat kan ik nu gaan controleren. Ik ga Lightburn afsluiten en ik sluit Lightburn opnieuw op. En dan zou ik zometeen in datzelfde bedieningspaneelvenster deze hier moeten gaan zien dat die nu niet meer op 206 draait, maar op 207. Even kijken of ik dat zien kan. Ja, inderdaad. We zien hier dat de update is uitgevoerd. Ja? Oké. Voordat ik verder ga, ga ik nog even een paar dingen aanpassen in Lightburn, in zijn apparaatinstellingen. Even kijken of daar alles nog goed staat, goed ingesteld staat. Nou, Enable Job Checklist nog niet. Daar zet ik namelijk altijd in, moet de Air Assist wel aan. En op de tweede regel heb je gefocust, want dat vergeet ik nog wel eens. Oké, nou, dat staat aan, links voorin, dat is goed. Snel graveren van de tussenruimte, die stond volgens mij op 6000 als ik het goed heb. Moet ik zo eventjes naar kijken. Goed, deze ga ik hier ook nog instellen, dus die snel graveren van tussenruimte, dat veel sneller gaat, dus daar waar die niet hoeft de laser dat hij daar veel sneller overheen gaat. Dus ik denk dat dat 6000 was, als ik het goed heb. Zo. Maar dat kan ik heel makkelijk controleren door zometeen te switchen naar de Auto Laser Master 2. Want daarin staan die settings natuurlijk. Ja. Oké. Dat ga ik opslaan. Dat is allemaal klaar. Is wat er nu nog overblijft, is het instellen van de wifi. Want op dit moment kan ik hem anders niet besturen. Hij... Nogmaals, mijn Windows 7 computer die wil de driver niet lekker hebben. En dus gaat dat niet goed. Nou, hoe gaan we dat doen? We zijn in dat tabblad hier met dat bedieningspaneel. En ik tik daar het commando $teken 74. Dan is en dan de naam van je wifi netwerk. Maar dan wel ook met hoofdletter en alles zoals het hoort. Dus dat tik ik hierin. Zo. En ik druk op enter. Een beetje geluk moet hij dat gepakt hebben onderaan. Ja. Nu ga ik hem het wachtwoord geven. Dat is $teken 75 is. Nou, dit ga ik u natuurlijk even niet laten zien. Maar zodra ik enter gedrukt heb, ga ik daarna nog één commando geven en dat commando is $teken, hoofdletter W, hoofdletter R, hoofdletter S. Dus ik zet heel even de camera uit. Goed, mijn laatste commando was dus $teken, WRS in hoofdletters. En vervolgens zoekt hij dus het internet en dat heeft hij gevonden, want hij heeft hier het IP-adres gepakt. 192.168.0.174. Oké, ik ga dat kopiëren, dat IP-adres. Oppassen dat je alleen het IP-adres zelf hebt en niet de haakjes en dat soort dingen. Nu ga ik terug naar apparaten. Ik dubbelklik op die Master 3 wifi. Ik doe next. En dan zet ik hem niet op serial USB, maar Ethernet TCP. En dan kan ik hier het IP-adres invullen. Haha, lekker niet zoals dat hoort te doen. Oké, dat maakt het niet uit. Ik kan tikken natuurlijk. 192. Kopiëren zou eigenlijk moeten kunnen volgens de video van Lightburn, maar blijkt niet zo te zijn. Dat lijkt niet zo te zijn. Geeft het ook niks. 174. Dit is het juiste IP-adres. Ik ga dat opslaan. Ja, finish. En dan zou nu eigenlijk, als ik de USB-kabel eruit leg, en dat doe ik nu, de device op ready moet blijven staan en dat zien we hier ook gebeuren. Oké, de volgende stap is het testen van het apparaat.
Maar nou, dat ga ik op camera doen, omdat ik daar ook nogal twijfels over heb. Zeker als het gaat om hoe langzaam die eias werkt. Hij heeft nu aangesloten via de wifi. Ik ben met Arthur in de slag om mijn Windows 7 computer aangesloten te krijgen via de kabel, want dat wil ik toch eigenlijk wel graag. Maar op dit moment is het in orde. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.